de wellness biedt Michelle speciale massages aan. Cupping, dan zuigt ze een glas vacuüm op je huid en daar schijn je enorm van op te knappen. Vader Frans mag het ondergaan. Ja, je mag op gaan liggen. Gaat dat lukken zo, denk je? Ja. Ik kan even onderuit gaan. Ga maar liggen. Frans heeft zo lang gewerkt en zo hard gewerkt, elke dag. En had zo'n last van zijn benen. Ik denk dat ze wel het minste wat kan doen, hè? Een keer even zijn benen kippen. Allee, je moet andersom, je moet andersom. Doe daar maar toe. Ik heb dat... Waar komt die rot zo naar de gang vandaan, mis? Nou, dat heeft Roy gedaan, denk ik. Ik heb hier alle stofzuigd en gedweld. Volgens mij is hij in dat kamertje bezig geweest hier langs, achter die deur. Ja. En dit is het eigenlijk. Doet het pijn of zeg je, hij mag wel iets... Maak rust. Hij mag iets te sterker. Ja, zo voel ik hem. Ja? En één keer, ja. Wat moet verwachten, ja. Voel ik hem er iets opzuigen en naar mijn laag trekken. En de eerste reactie was even dit. Maar toen begreep ik wat de bedoeling eigenlijk was. Nou, ik had een banklid daar. Onder zijn bank moet ook nog zwart gemaakt worden. Ja, dat klopt. Ik was van tevoren een week hier aan het schoonmaken. Toen zei ik, laten we daar wit. Toen zei hij, oh nee, dat moet ook nog geschilderd worden. Ja, dat is toch een teken dat zijn hoofd nog helemaal aanstaat. Constant bezig is met werk. En niet los kunnen laten en zien, oh ja, daar is een plint, die toch ook nog wit. Die moet ook geschilderd worden. Nou, ik ben ze bedoeld. Oh, die ombouw, oh, die ombouw op die verwarming moet ook nog gemaakt worden, ja. Hè? Hier zit het helemaal vast. Ja. Lijkt net de steen, hè, waar ik overheen ga. Ja, het is ook echt wel nodig, hoor, jouw benen. Na een dag harde arbeid. Wat een lekker aan de watten gelegd, zie je er wel. Nou, een dag, een paar maanden hard werken. Ja, nou, een paar maanden. Nou, als jij er niet was geweest, dan was het hier één grote bouwval. Ja, dan... Was het niet goed gekomen. Had niet meegevallen, denk ik. Ja, Franse kuiten die zijn heel hard, hè. Vol spanning erop en je kunt merken dat die wel belast zijn. Ja, dat is ook, ja. Oh, op een gegeven moment is het gewoon een heel fijn gevoel. Want het is net wel mis. Die ging erover en ze zei: ja, kijk, oh, als ze laat masseren, dan zeggen ze: er zit een knoop. En dan gaan ze dan met twee duimen duwen ze daar omhoog. Nou, en dan pist ze wel in de broek. Ja, ik ga even de weg halen. Ja, dan mag je omhoog komen. Een heel goed gevoel. Dan worden kuitjes weer soepel. Gewoon, dan kan ik marathon mee gelopen. Pas maar op, dan trek zo mijn benen voorbij. Ja, gaat het? Nou, opnieuw. In 30 jaar tijd is hij 2 keer in een boekhandel geweest. En nu 2 keer op een dag. Zijn volgende signeersessie is namelijk in Tilburg. Thuiswedstrijd. Gelukkig met ietsje meer volk. Kijk eens. Hoi, hoi. Voor Tess. Voor Tess. Ja, dan ziet hem daar staan en dan denkt hij, kijk, hij heeft toch allemaal wel mooi voor elkaar gedaan, hè? Ik was er wel trots op als minneke. Echt wel. Roy Donders, altijd wat bijzonders. Bij TLC.